Nicolette, ja? We zijn weer even bij jou aanbeland. Je bent al heel eind gevorderd. Hoe gaat het ermee? Het gaat hartstikke goed. Ja. Ik wilde nog even laten zien hoe je nou dat water hierin krijgt. Want inmiddels zit hier natuurlijk water in. Ja. Ik heb zo'n injectiespuitje, eigenlijk zonder naald dus. En daar kun je dus heel mooi... Zal ik jou even nat maken? zo water in doen. En dan in zo'n gaatje van zo'n kerstbal. En dan zit het in alle kerstballen een gaatje, trouwens? Ja. Je haalt gewoon het kapje eraf en dan zitten er gaatjes. Dan zijn ze hol. Want dat zou ze ook heel zwaar zijn. En deze is dus nu behoorlijk zwaar, want er zitten ongeveer 7 van deze spuiten in. Ja. Zodat ze water hebben. Dus dat heb ik gedaan. En ik heb overal leuke dingetjes opgeplakt. Dus dit zijn cranberries, de pepers, pareltjes. Ik heb ook nog dit blad. Dat zijn eigenlijk nervenblaadjes. Dus er zit helemaal niks meer aan. Ja. Maar het is bij zilver wel leuk. Ik heb ook nog wat leuke veertjes die ik heb gevonden erin gedaan. En waar haal je weer al die dingetjes? Kun je die gewoon nu bij die tuincentra allemaal halen? Of niet? Nou, dit denk ik niet. Maar bij een bloemist kun je dit wel halen. Okay. Ja. En allemaal dit soort lintjes en dergelijke. Ja, dat kun je natuurlijk ook in fournituur of op de markt of net wat. Eucalyptus en dat soort dingen. Bloemenmarkt, bloemenwinkel kun je dat eigenlijk allemaal wel krijgen. En als je geluk hebt en je hebt hortensia's binnengezet voordat het ging vriezen, dan kan je eigenlijk die bloemetjes ook goed losknippen. Ja, handig. Gewoon om het haakje? Dus wordt hij dan niet te zwaar? Valt hij dan? Het haakje is er dus. Oh, maar ik hang hem altijd aan een koord. Dat koord heb ik er ook omheen gelijmd aan de bovenkant. Maar nu nog dit, hè? Ja, dat moet er nog even omheen. Ja. Dit was gewoon draad. Daar heb ik wat mee gekneed. En uiteindelijk gaat dat eromheen. Helemaal niet zo moeilijk eigenlijk. En dat is altijd een beetje... Nou, je zal nog merken als je dat thuis gaat doen, dat draad, dat is best een dingetje. Oké. Okay. Maar goed, je hebt nou gezien hoe het een beetje werkt. Dus, en als mensen vragen hebben, kunnen ze dat altijd bij ons terecht. Ja, hartstikke goed. En de hele maand december kun je bij ons dit soort workshops volgen. Werk aan de winkel, hè? Hoppakee, ja. In Den Bosch, super. Moet jij ook nog wat dat ophangen hier in de kerstboom, of niet? Nee, dat niet, maar ik heb ook een kleintje gemaakt. En je kunt dat natuurlijk ook met allemaal blaadjes zo op je kerstballen doen. Dus als je zegt, nou, ik koop dit jaar geen nieuwe ballen, maar ik wil wel wat nieuws. Beetje oppimpen. Dan kun je ze dus op deze manier heel leuk maken. En je kunt er ook alleen pareltjes op plakken op je kerstballen. Dus je kunt eigenlijk hele leuke aparte ballen maken. Met allemaal dingen die je misschien nog wel hebt. Hartstikke leuke tips, Nicolette. Ik ga daar wel wat mee doen.